Ja, Fons Groenendijk, trainer van Excelsior. Ben je blij dat na de interlandperiode alles weer gaat beginnen? Ja, tuurlijk. We hebben morgen een mooie wedstrijd in een volle Kuip. Ja, dat is denk ik iets om naar uit te kijken. Met welk idee gaan jullie naar die Kuip toe? Nou ja, we weten dat we 6 wedstrijden hebben om ons in veilige haven te spelen. Dus elke wedstrijd moet je wel gebruiken ook om wat te halen, ook bij Feyenoord. Dus ja, we gaan wel spelen om een resultaat te pakken daar. En of dat lukt, nou ja, dat zullen we dan wel zien om nu of 10:30 morgenavond. Is dat ook realistisch, denk je? Nou ja, dat weet ik niet. Maar kijk, Feyenoord is top 3 en heeft veel kwaliteit. Ja, en ik vind altijd dat je naar je eigen ploeg moet kijken en dat je daar ook de nodige kwaliteiten ziet om iets te doen. En ja, een tegenstander kan beter zijn, natuurlijk. Dat hebben we wel vaker gezien dit seizoen. Maar het uitgangspunt is dat je erheen gaat om iets te halen, want we hebben niet zo heel veel wedstrijden. En misschien is Feyenoord juist wel een club waar er juist iets te halen valt. Want in eigen Kuip hebben ze moeite gehad tegen bijvoorbeeld clubs als Cambuur, tegen Roda, tegen de Graafschap, noem maar op. Nou ja, goed, we weten van Feyenoord welke kwaliteiten ze hebben. Dat is bekend. En het is misschien niet die gestroomlijnde machine zoals bijvoorbeeld wel eens bij PSV of Ajax wat je ziet. Maar zij hebben wel andere kwaliteiten. En dat moet je zeker niet onderschatten. Het is toch nog steeds een toonaangevende club in Nederland. En wij zullen daar gewoon echt top moeten zijn, hè, met elkaar. Top om iets te halen. Maar ja, dat weten we. En dan nog vind ik het wel een uitdaging. Hoe staat je groep ervoor? Ja, wel goed. Je hebt net training gezien. Het ziet er fris uit. We hebben gelukkig nog steeds nagenoeg geen blessures. Of het moeten de 2 keepers zijn. En Daniel Jodouki die terug is gekomen van onder 18 met een lichte knieblessure. Maar voor het overige is iedereen inzetbaar. En dus moeten we weer keuzes maken. Ik zag je vlak voor de training, nam je Adil Ouassar en Rick Kruis even apart. Met wat voor reden was dat? Nou ja, je praat wel vaker natuurlijk even individueel ook met spelers. En dat gaat dan over tactische dingetjes ook, wat we kunnen verwachten. Dat doen we vaak binnen. En met dit mooie weer doe je het ook wel eens buiten. Maar het is altijd leuk om met spelers te brainstormen, hè, hoe ze het zelf zien. Ik vind altijd belangrijk hoe spelers denken. Hè, want zij moeten uiteindelijk op dat veld het uitvoeren. En dus ik vind altijd dat je daar met spelers over moet communiceren. Als ik zeg 2 maart 1980, wat zeg jij dan? Ja, dat heb ik al gehoord. Dat is de laatste overwinning van Excelsior in de Kuip. Ja, dat is dan 36 jaar geleden. Dat is best lang. En dat zegt genoeg. En, dus het zal niet vanzelf gaan. Maar het is wel, ik hou wel van dat soort statistieken. Omdat het weer een heel mooi moment kan zijn natuurlijk. Om dan zelf om dat record dan te breken. Leeft het wel nog een beetje, die Rotterdamse gevoelens hier bij deze derby? Ja, goed, het is een van de wedstrijden die we nog moeten spelen. Maar ik vind het wel een mooi affiche, omdat ik nou eenmaal zelf altijd heel graag in de Kuip heb gespeeld. Het was altijd vol. Het was altijd een mooie grasmat. Dat zijn ingrediënten, daar kun je bijna niet slecht spelen. En daar moet je, denk ik, van genieten ook. Hè, want daar ben je ook voetballer voor geworden. En als je daar niet van kan genieten, dan moet je heel snel wat anders gaan doen. Over Rotterdamse derbies gesproken, misschien volgend jaar 3 in de Eredivisie? Ja, nou ja, het zou mooi zijn. Ik denk niet dat Sparta dat nog weg gaat geven. Oude club van mij, die ik het ook gun. En dus het is een mooi moment voor Sparta om te promoveren. Nou, wij moeten zorgen dat we erin blijven. Dan hebben we inderdaad 3 clubs in Rotterdam volgend seizoen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn.